Hi iedereen, welkom bij Fem. Vandaag leek het me leuk om jullie te laten zien wat er in mijn tas zit, dus een What's in my bag video op te nemen. Ik vind het zelf altijd super leuk om die video's te kijken, dus ik dacht, nou, misschien vinden jullie het ook wel leuk om te zien wat er in mijn tas zit. Het is ook echt wat er in mijn tas zit, ik heb niet extra spullen of zo erin gestopt omdat het leuk is. Ik ben een beetje in een andere achtergrond dan normaal. Ik ben nu in de Hamptons, dat is het strandplekje bij New York, vlakbij. Ik ben vannacht eigenlijk heel laat aangekomen. Mijn vriendje moest vannacht hier optreden. Dus ik ben hier net aangekomen eigenlijk. Zoals sommigen van jullie misschien wel weten, gebruik ik heel vaak deze Chanel tas. Het is een vintage Chanel tas en ik heb hem dit jaar met mijn verjaardag gekregen. Ja, het is eigenlijk een classic tas gewoon. Er kan best wel veel in, dat zou je niet verwachten. Maar hij is best wel oké. En ik gebruik hem eigenlijk heel vaak. Eigenlijk gebruik ik hem te vaak, want op zich zou je dat soort tassen meer voor speciale gelegenheden moeten gebruiken. Maar ik vind hem zo leuk dat ik hem eigenlijk, nou, ik gebruik hem echt heel erg vaak. Ik heb net zelf dit er aangehangen. Dat vind ik wel leuk. Dat is van T-Bags, een merk uit LA. Ik heb er gewoon aangeknoopt. Dat zat eigenlijk aan een jurk, maar ik vond het wel leuk nu voor de zomer om dat er aan te doen. Dus nou ja, laten we beginnen. Als je de tas gaat zo open. En dan zie je dit. En dit is wat erin zit. Het eerste wat in mijn tas zit, wat natuurlijk in geen één tas kan ontbreken, is een zonnebril. Ik heb deze zonnebril erin zitten. Dat is een, ik weet eigenlijk niet hoe die heet. Maar het is een Ray-Ban. Ik weet niet eens goed welk model het is. Maar ik draag hem echt bijna elke dag. En wat ik ook super handig vind, ik gebruik trouwens geen brillenkoker om er omheen te doen. Dat zou ik eigenlijk wel moeten doen, maar ik vind dat dat veel ruimte inneemt in mijn tas. Dus dat doe ik niet. En deze zonnebril heeft echt iets super fijns. Namelijk dat je hem helemaal kan inklappen. Dus je kan hem zo en dan kan je deze zelfs nog inklappen. En deze kant ook. Dus als je hem in je tas wil doen, is hij zo klein. Dus neemt hij helemaal geen ruimte in beslag. Dus voor mij is dat echt ideaal. Dus die heb ik bijna altijd in mijn tas. Dit is wel mijn meest gebruikte zonnebril van het moment eigenlijk. Wat natuurlijk in mijn tas echt niet kan ontbreken, is een paspoort. Ik reis superveel. Dus ik heb altijd mijn paspoort eigenlijk in mijn tas zitten helemaal de laatste dagen. Ik ben nu van Amsterdam naar New York gevlogen. En toen ben ik naar Washington gegaan. En nu ben ik dus in de Hamptons. En volgende week ga ik naar Los Angeles. Dus eigenlijk vlieg ik wel elke week. Dus nou ja, mijn paspoort zit altijd in mijn tas. Ik krijg heel veel vragen over dit paspoort trouwens. Want ik heb mijn naam erop staan. Ik heb het gekregen van een Engels merk. Dat heet A Spinal of London. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Dus ik ben er super blij mee. Ik heb hem al best wel lang. Ik denk 2 jaar of zo. En hij is super mooi. Hij blijft nog mooi. En ik weet dat je hem daar, ik weet dat je daar zelf je initialen of je naam of wat dan ook op kan laten zetten. Dus ik ben er echt super blij mee. Het volgende wat ik echt altijd in mijn tas heb zitten. En iedereen, al mijn vriendinnen en iedereen die mij kent, die weet ook dat echt elke tas van mij pijlt altijd uit van de snoep. Ik heb nu deze soort van suikerbonbon zitten erin. Ik moet altijd iets van snoep of suiker bij me hebben, want ik heb best wel snel dat ik duizelig word. Ik heb een hele snelle stofwisseling, dus ik moet eigenlijk om de 2 uur moet ik wel wat eten. Dus ik heb altijd op M&M's of ik heb altijd iets van suiker of een snoepje in mijn tas zitten, zodat ik dat kan eten. En daarnaast ben ik gewoon verslaafd aan snoep en eet ik het liefst de hele dag door snoep. Dus ik heb het ook gewoon bij me dat ik het heel erg lekker vind. Qua make-up wisselt het eigenlijk altijd heel erg wat er in mijn tas zit. Soms heb ik best wel veel bij me, maar in mijn Chanel tas kan gewoon niet zo heel erg veel. Dus heb ik meestal alleen echt gewoon dingen die ik de hele dag door gebruik in mijn tas zitten. En op dit moment staat dit lippotlood van Bobbi Brown. En dat is de kleur rosé. Het is een beetje een everyday kleur, dus ik gebruik deze eigenlijk wel bijna elke dag. Een ander ding dat echt mijn favoriet is, het ziet er niet meer zo heel mooi uit, is een lip pencil van MAC. Ik heb hem een keer gekregen. Zo ziet hij eruit. Hij ziet er van binnen ook helemaal niet meer mooi uit, maar ik heb hem nu op. En ik heb hem eigenlijk, ik heb hem echt letterlijk elke dag op. Hij was toen van de Sharon Osbourne lijn en hij heet het Ruby. Dus ik hoop als hij zo op is dat ze iets soortgelijks hebben. Het was een limited edition destijds. Dus ik hoop dat ze die dan hebben nog. Maar die zit echt altijd in mijn tas. Want dat is gewoon echt, dat is echt mijn nummer 1 beauty product waar ik niet zonder kan. Daarnaast heb ik natuurlijk altijd een telefoon in mijn tas.
Ik heb een gouden iPhone 6. Ik heb al een video gemaakt voor Fem met mijn Instagram tips en tricks, waar je mijn telefoon ook ziet. En daarin kon je al zien dat er een beetje een barst in mijn scherm was. En die is dus nu, die is helemaal nu doorgegaan. Dus dat is niet zo fijn. Ik moet hem eigenlijk laten maken. Dus dat ga ik binnenkort. Misschien dat ik dat eigenlijk wel in Amerika ga doen. Misschien is het hier goedkoper. Dus die ga ik laten maken. Maar mijn iPhone zit altijd in mijn tas. Eigenlijk zou ik ook een extra oplader in mijn tas moeten hebben. Heb ik, nou ja, om eerlijk te zijn heb ik dat meestal niet. Maar het zou wel moeten. Iets anders wat altijd in mijn tas zit. Dat is best wel random. Dat zijn deze oorlopen. Van Olaplex. Nou ja, misschien kunnen jullie wel raden. Dat is dus omdat ik vaak met mijn vriendje meega naar zijn shows. En de muziek dan echt keihard staat, helemaal als ik bij hem in de DJ booth of ergens daaromheen sta. Staat de muziek zo hard dat ik gewoon echt gehoorbeschadiging ga oplopen als ik geen oordop in doe. Dus ik heb altijd oordop in mijn tas. Ik was vannacht was ik even mee naar het feestje waar hij moest draaien. Dus toen had ik ze ook in. Ik heb ze eigenlijk, probeer ze altijd in te doen. Als ik ze niet bij heb, dan baal ik echt. Want dan heb ik gewoon de volgende dag echt de hele ochtend een piep in mijn oren. Dus probeer ze altijd mee te nemen. Op dit moment heb ik wat losgeld in mijn tas en mijn creditcard. Die laat ik even niet zien, want daar staan al mijn nummers natuurlijk op. Maar dat zijn dus nu dollars, want ik ben in Amerika en ben voorlopig nog in Amerika. Iets anders wat ook altijd in mijn tas zit, is een haarelastiekje. Als ik echt ergens een hekel aan heb, is het als ik geen elastiekje bij me heb en de hele dag mijn haar los moet dragen. Ik draag denk echt, nou ja, ik draag echt alleen mijn haar los als ik of naar een event ga, of foto's voor mijn blog maak, of nou ja, uit eten soms. Of een videofilm of zo. Maar ik heb eigenlijk altijd mijn haar in een hele lelijke knot op mijn hoofd. Dus daar heb ik mijn elastiekje voor nodig. Dus die moet altijd in mijn tas. Soms heb ik er zelfs 3 of 4. Of nou ja, ik heb er altijd in ieder geval een aantal bij me. En als laatste heb ik mondspray bij me. Deze is gewoon van de Ethos. Ja, die is gewoon heel erg fris. Ik zou wel heel erg graag kauwgom of iets mee willen nemen. Maar ik ben een soort van allergisch voor, ik ben allergisch voor light producten. Dus bijvoorbeeld alle zoetstoffen die in cola light zitten en alles. Daar krijg ik echt super buikpijn van. Dus ook, dus ik weet niet wat voor zoetstoffen er in kauwgom zitten. Maar als ik kauwgom eet, krijg ik echt gewoon direct buikpijn. Dus dat doe ik niet. Dus ik heb daar mondspray bij me. Maar soms heb ik ook mentos of iets anders bij me. Zolang het maar gewoon geen kauwgom is of iets wat zeg maar suikervrij is, waar dan andere zoetstoffen in zitten. Nu is mijn tas leeg. Dus dit was wat er op dit moment allemaal in mijn tas zit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Het zou leuk zijn als jullie hieronder een comment achterlaten met wat jullie altijd in je tas mee hebben. Of er één ding is wat echt mee moet. En nou, ik zie jullie snel weer. Bedankt voor het kijken.